heet Anas Achawar, is afkomstig van PEC Zwolle en hij is de nieuwe spits van NEC. Donderdagmiddag werd hij medisch gekeurd en tekende hij een contract. Achawar speelt dit seizoen op huurbasis bij NEC met een optie tot koop. Achawar werd opgeleid op de jeugdacademie van Feyenoord, waar hij in 2011 een driejarig contract tekende. In het seizoen 2013-2014 werd hij door Feyenoord verhuurd aan Arminia Bielefeld. In mei 2016 ondertekende hij een vierjarig contract bij PEC Zwolle. Het lijkt erop dat de discussie over de dorpensingel Oost op zijn kop is gezet door een bewonersinitiatief, de dorpensingel Light. Burgers in de betrokken gebieden hebben zelf de handen ineengeslagen om de stilstand in het dossier te doorbreken. Woensdagavond presenteerden zij een voorstel aan raadsleden en een wethouder. Het voorstel werd door raadsleden en de ondernemersvereniging Waalsprong positief ontvangen. In Ewijk zijn twee opmerkelijke verkeersdrempels gespot in de kleuren van voetbalclub NEC. Rood, groen en zwart. De verkeersdrempels bevinden zich op de weg voor basisschool De Reuzenpas. Een oplettende twitteraar spotte de kleurrijke drempels met de vraag of Nijmegen dit niet ook moet doen. Wie de drempels heeft bespoten is voor zover nog niet bekend.